slachter. Hoe is het? Goed. Hey, ken je haar? Ja, die ken ik, ja. Wie is dat? Dat is mijn vrouw. Dat is je vrouw? Ja. Oké, nou, kom eens even hier erbij staan. Want, ja, een beetje verrassing. Ja, dat wel. Dat wel, hè? Ja. Je bent onlangs 40 jaar getrouwd. Ja, klopt. Klopt, hè? Ja. Dat was een mooie dag. Het was een mooie dag, ja. En 40 jaar geleden was het ook een hele mooie dag. Ja, ook, ja. Ja. Maar er ontbrak wat. Of eigenlijk daarna bleek dat de foto's mislukt zijn. Ja, van 40 jaar geleden. Ja, klopt, ja. Ja. Want zij heeft wel eens gezegd van ja, ik zou wel graag een hele grote foto aan de muur willen hebben. Een trouwfoto. En dat heeft ze tegen haar zus gezegd. Ja, ja, ja. Toos. Toos, ja. Ja. En Toos. Je begint al te begrijpen, geloof ik. En Toos heeft ons een brief gestuurd. En gevraagd of wij vandaag met jou, samen met je vrouw, een hele mooie trouwfoto gaan maken. Dus ik ga je meenemen. Ja. En we gaan naar een prachtige winkel toe waar ze allerlei bruidskleding verkopen. En mooie pakken voor jou. Ook toch? Ja, en dan gaan we. En we hebben een topfotograaf. En gaan we een hele mooie trouwfoto maken. Nou, ja. Is dat goed? Ik weet het natuurlijk. Ja? Voor de jurk en het kostuum gaan we naar de grootste bruidswinkel van Rotterdam. Ik heb begrepen dat jullie hele mooie jurken hebben en mooie pakken. Dus we gaan de bruidsreportage nog een keer overnieuw doen. Nou, hartstikke leuk. Dus als jij ze onder je hoede wil nemen, dan... Gaan wij even zorgen. Wat wil je eigenlijk voor jurk? Als ik nou gisteren even gebeld had, dan had ik er even over na kunnen denken. Maar ja, de keuze is reuze, dus we gaan wel even kijken, toch? Ik ga het verrassen. Ja. Ga je wel in het wit? Nou, je was je verwachting toen, dus ik weet niet of dat nog kan. Thea en Frans moesten dus eigenlijk gedwongen trouwen, want ze verwachten een kleintje. Hoeveel maanden zwanger was je toen? 4 maanden. Dus je zag het al een beetje natuurlijk. Nee, helemaal niet? Nee. Ik geloof pas na 7 of 8 maanden of zo. Ja. Wist iedereen het? Ja, op een gegeven moment wist iedereen het wel. Ja. En hoe werd er toen over gesproken? Ik weet wel, mijn moeder niet echt blij was. Nee? Maar vanaf het begin heeft ze ons wel goed opgevangen. Ja, we hebben het samen ook over gesproken. En Frans, we hebben het gewoon een kans gegeven. Ja. En Frans, ja, kom op, we gaan trouwen. Nou eerst eventjes natuurlijk niet, want het is gewoon, ja, hij was ook nog maar... Oud was hij? Nog geen 20, ja, net 20. Ja. Dus het is natuurlijk best wel heftig, maar... Financieel natuurlijk ook wel lastig. Ja. Mooi, nou. We gaan eens kijken. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Ja, super. Dus dat zou een optie zijn. Ik dacht misschien ook iets leuks, iets met een kleurtje. Allemaal mooie sleep. Ja. Hoort er natuurlijk bij. Nou, we zouden gewoon eens wat aan moeten doen, denk ik. Nou, dat is goed. En dan gaan we eruit. Ik ga daar zitten, jij gaat lekker passen. Hoe ik eruit zag? Een blauw pak en toen had ik nog lang haar. Maar dat is wel een stukje minder geworden. Iets korter geworden. Ja, dat is ietsje korter geworden. Ja. Ook een stuk minder. Maar ook met een giletje en een plastron. Nee, het was gewoon een stropdas. Gewoon een stropdas. Ik heb hem al klaargehangen, de schoenen klaargezet, overhemd hangt klaar. Dus we kunnen van start. Oké. Okay. Nou, kijk eens. Ja. Mooi hoor. Ineens weer een bruid. Ja, inderdaad. Fantastisch. En een sleep. En een sleep. Ja. Ik vind hem heel mooi. Ik vind hem heel mooi. Jij vindt hem ook mooi. Ja. Ik vind dit, die dingetje misschien een beetje te druk. Misschien heb je nog een effe wit. Gewoon een mooie... Ja, natuurlijk. Ja? Zullen we die ook nog even passen? Ja, zodat we eventjes kunnen vergelijken. Ja, absoluut. Even vergelijken met elkaar. Nou, het laatste detail, het jasje. Oké, nou, we gaan... Zo, Frans, dat ziet er goed uit. Ja, heel mooi, hè? Hoe voelt dat? Nou, een beetje strak. Maar ja, dat was 40 jaar geleden wat anders toen. Ja, toen dat je iets niet, magerder. Ik vind die schoenen ook fantastisch. Ja, ook. Ja. Die had ik toen de tijd nog niet, hoor. Nee. Hoe gaat het verder? Ik bedoel, je hebt 2 kinderen? 2 dochters, ja. 2 dochters, kleinkinderen? 5 kleinkinderen. 5 kleinkinderen? De oudste is 15 en de jongste is 3. Oké. Okay. Ja. En ja, die dag was natuurlijk was een mooie dag. Hè. Was natuurlijk heel anders dan... Ja, het was heel anders, ja. Want er was niet veel geld. Bijna helemaal geen geld, kan ik wel zeggen. Nee. Dus er was hard werk om alles te kunnen betalen, eigenlijk. En toen kwam dat fotoboek en er zat maar 1 foto in. En die was ook nog niet goed. Ja, die was ook wel daarvoor. Nou, ik vond hem zelf wel aardig, maar ja, mevrouw vond hem wat minder. Dus, ja. En toen kwam eigenlijk te sprake toen we pas zijn we toen 14 jaar getrouwd. Ja. En toen wilde een feestje geven, toen wilde ze een foto, Zoeken en niks te vinden. Hey, ik vind je er fantastisch uitzien.
Die schoenen, daar gaan we nog wat aan doen. Oké. Okay. En nou, je vrouw is boven al behoorlijk aan het passen. Ja. Ik heb al wat dingen gezien. Dus laten we zomaar even gaan kijken. Bij. We gaan kijken. Ja? Ja, oké. Ik ben benieuwd. Wauw. Ja? Die is ook erg mooi. Hoe vind je die? Vind die ander leuker. Die paarse vind je leuker? Ja. Nou, de keuze is gemaakt. Ja. Oh, een lekker stuk zeg, hé. Kijk eens alsjeblieft, schatje. Oh, dat ziet er goed uit. Ja? Ja, 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 hartstikke mooi. Ja, je ook ziet het prachtig. Ja? Ja. Nou, dat raak me verlegen nu, hè? Ja, echt een mooie jurk. Lijkt het koningin wel. Nou, we gaan natuurlijk nu zometeen foto's maken. Ja. Maar dat doen we niet hier. Maar dat doen we natuurlijk in jullie vertrouwde omgeving, Oud-Beierland. Oh jee. Ja, daar gaan we dat doen. En dan moet je maar even kijken, want jullie gaan namelijk hiermee. Oh, kijk nou eens. Geweldig. Kijk nou eens, joh. Voordat jullie gaan, wensen wij nog een presentje aan te bieden. Dank u wel. Hè? En ik wens jullie een ontzettend mooie dag. Ja.